Welkom bij het filmpje over. Het gaat eigenlijk over voorzieningen, verzorgingsgebied, rijkwijde, drempelwaarde, begrippen die te maken hebben met voorzieningen. En je zou kunnen zeggen: de vragen waar ontstaan voorzieningen, waarom ontstaan daar juist voorzieningen en hoe overleeft voorziening, dat heeft te maken met die drie begrippen: verzorgingsgebied, rijkwijde en drempelwaarde. Nou, gaan we eerst eens even naar kijken. Wat is nou precies een voorziening? Je zou het kunnen omschrijven als een dienstverlenende activiteit waar mensen uit een gebied tegen betaling eventueel gebruik van kunnen maken. Nou, tegen betaling, daar zit al, dat staat dus haakjes, niet voor niks. Dat komt omdat je twee soorten dienstverlening hebt, hè. Je hebt natuurlijk de eerste primaire en secundaire, of twee, eerste en tweede sector. Dat zijn landbouw en industrie. Nou, die zie je hier, hè, landbouw en industrie. Nou, dat is het dus niet. Dienstensector, die halen niet iets uit de natuur, zoals landbouw dat doet. En die maken ook niet iets met die dingen uit de natuur, zoals de industrie doet. Die verlenen een dienst. En die kan je indelen in twee groepen. De tertiaire sector of de derde sector. Dat is commerciële dienstverlening. De kwartaire sector, en dat is dus de niet-commerciële dienstverlening of overheidsdingen, hè. Nou, onder dienstverlening, hè, er staan een aantal voorbeelden hieronder: winkels, horeca, financiële, administratieve dienstverlening, transport. Dat zijn allemaal heel vaak van die tertiaire sector, de commerciële dienstverlening. Die hebben het doel om geld te verdienen. Die bieden een dienst aan en daar verdienen ze geld mee en daar willen ze zoveel mogelijk winst op maken. En de kwartaire sector is dan bijvoorbeeld dingen als onderwijs of medische dienstverleningen. Denk aan artsen of aan ziekenhuizen. Die hebben niet het oogmerk om winst te maken. Dit kost natuurlijk wel geld, is niet gratis per se. Die dienstverlening hoeft niet per se gratis te zijn. Soms is die wel gratis. Je betaalt niks om gebruik te maken van de politie. Voetbalclubs moeten dat soms wel een beetje betalen als ze daar extra. Maar in principe kosten heel veel dingen. De brandweer, als die je huis komt blussen, dat kost je geen geld. Dat is een gratis dienstverlening. Dienstverlening. Een voorziening is dus iets. Een dienstverlenende activiteit. Elke dienst, elke dienstverlening, elke voorziening heeft een bepaald verzorgingsgebied. Dat is dus het gebied waar de mensen vandaan komen die gebruik maken van de voorziening. Er zijn verschillende brandweerkazernes en die hebben een bepaald gebied waar ze de brandjes blussen. Dus jij bent op dat moment degene die dienst afneemt als ze je brandje komen blussen. Maar een bakker is ook een dienstverlenende ding. Ja, geen brood zo uit de natuur. Ze maken soms wel een beetje brood, maar dat doen ze dan met graan, niet met graan, maar met het meel. Dus er is al industrie mee bezig geweest. Maar het bakkertje op de hoek die broodjes verkoopt, dat valt dan onder dienstverlening. Maar supermarkt, hè, de supermarkt is misschien nog een beter idee. Die hebben een bepaald gebied waar hun klanten vandaan komen. En dan die maken dus gebruik van die dienst. Dat is dus het verzorgingsgebied. Waar die mensen allemaal vandaan komen, heeft te maken met de reikwijdte. En die reikwijdte is dus de maximale afstand die mensen bereid zijn om af te leggen voor de voorziening. Voor een ziekenhuis zijn mensen veel verder, willen ze best wel veel verder reizen dan voor een supermarkt. Dat betekent niet gelijk dat mensen. En als het een heel klein supermarktje is, dan zijn ze minder ver, zullen ze minder ver reizen dan bijvoorbeeld een hele grote supermarkt, waar ze dan hun auto makkelijk kunnen parkeren en alles kunnen krijgen wat ze maar willen. Dus de reikwijdte is hoe ver zijn mensen bereid om dat te doen. Nou, dat verschilt per dienst. Verschilt ook per gebied. Maar daar komen we later nog eventjes in het filmpje nog wat verder op terug. Maar die verschilt dus. Reikwijdte is dus, zou je kunnen zeggen, dat zie je hier een beetje aan het plaatje, is de straal van de cirkel. Als dan de verzorgingsgebied hier de cirkel is, dit rode stipje is de dienst, en hier, dit is dan het gebied waar mensen uitkomen. Dan is dus de reikwijdte is dus de straal van die cirkel. Dus dat is de afstand die mensen bereid zijn om te reizen naar de dienst toe. Nou, en dan is er nog een andere, de drempelwaarde. Wat is nou precies de drempelwaarde? Nou, dat is het minimale aantal mensen dat nodig is voor een voorziening om in stand te blijven, hè, om die of die in stand te houden. Dat verschilt natuurlijk ook heel erg per voorziening. Een snoepwinkeltje heeft minder mensen nodig, misschien, of minder klantjes nodig dan bijvoorbeeld een ziekenhuis. Een ziekenhuis, een dure investering met allemaal dure apparaten. Allemaal hoogopgeleide mensen die ook allemaal betaald moeten worden en zo. Dus een drempelwaarde is het minimale aantal mensen dat nodig is om een voorziening in stand te houden. En dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Wat heeft nou met. Nou,
eventjes kort als samenhang zou je kunnen zeggen. Ik heb het even op een rijtje gezet. Het verzorgingsgebied wordt bepaald door de reikwijd. Daar hadden we het over gehad. Hoe groter die reikwijd is, dus hoe verder mensen willen reizen voor een bepaalde voorziening, hoe groter het verzorgingsgebied dan automatisch wordt. Want dan wordt de straal van de cirkel groter. De reikwijd wordt bepaald door de noodzaak of de hoeveelheid bewuste voorzieningen. Dus een ziekenhuis is heel erg noodzakelijk. Als je weet ik veel, een binnendarmontsteking hebt, dan wil je wel zo snel mogelijk naar een ziekenhuis toe. Terwijl ja, een broodbakker, ja, er is natuurlijk best wel, je hebt wel behoefte aan voedsel, maar er zijn meer plaatsen waar je voedsel kan kopen. Dus die noodzaak is wat minder groot. Of een, nou ja, weet ik veel, een andere voorziening die niet per se noodzakelijk is. Sommige winkels zijn niet per se noodzakelijk om te overleven. Maar dus ook weer de hoeveelheid bewuste voorzieningen. Want als er al heel veel zijn, dan zal vanzelf dat verzorgingsgebied of de rijkwijde minder groot worden. Want als jij heel erg, weet ik veel, een bak met schroeven nodig hebt en je moet de dichtbijzijnde bouwmarkt is 10 kilometer verderop, dan wil je daar best die 10 kilometer reizen. Maar als je in een stedelijk gebied woont en er zijn ontzettend veel winkeltjes of bouwmarkten die schroeven verkopen, nou, dan ga je niet per se die 10 kilometer reizen. Dan pak je wel een winkel ergens dichterbij misschien. Nou, de bewuste hoeveelheid voorzien. En ik kan nog meer dingen verzinnen. Ook hoe dat allemaal verder geregeld is. Kun je er parkeren? Is de prijs laag? Dat zijn natuurlijk allemaal factoren die ook meewegen. Maar dit zijn wel de meest belangrijke dingen. De drempelwaarde die wordt weer bepaald door de bedrijfskosten. Of de waarde van de geleverde dienst. Nou, de drempelwaarde. Als je een heel goedkoop winkelpandje ergens hebt en je verkoopt eenvoudige dingetjes, die je ook nog eens een keer zelf heel goedkoop kan inkopen, ja, dan heb je gewoon minder klanten nodig. Maar als je hele dure producten verkoopt of je zit midden in de binnenstad, dan heb je hele hoge kosten, dus dan moet je verzorgingsgebied ook wel groter zijn. En in de binnenstad zie je ook vaak, daar zitten dan winkels die een verzorgingsgebied hebben wat groter is dan alleen die binnenstad. Kledingwinkels die mensen van heinde en ver trekken. Dat doen ze ook een beetje doordat mensen er gaan winkelen omdat er heel veel winkeltjes zijn. Maar die hebben een groter verzorgingsgebied. Terwijl er soms vergelijkbare winkeltjes in wijken verspreid zitten. Die een veel kleiner verzorgingsgebied hebben. Omdat ze dan, ja, die kunnen daar ook mee wegkomen. Die hoeven dan niet zoveel reclame te maken. Die hoeven geen toeters en bellen uit de kast te trekken om te zorgen dat de klanten komen. Want die hebben gewoon lagere kosten. En de andere is de waarde van de geleverde dienst. Als jij een auto verkoopt, ja, een auto is een hoop geld, dus dan heb je in één keer, zodra je maar een paar auto's verkoopt, kan je al uit je kosten zijn, misschien. Terwijl als je, nou ja, snoepjes verkoopt, er zit maar een hele lage winstmarge op, dus dan moet je best wel veel snoepjes voor verkopen. Dat is een beetje een ding. Een andere, ja, we hebben het dan over die, ook belangrijk samen, dat verzorgingsgebied, hè, wat nou als die... Als het aantal mensen in het verzorgingsgebied minder wordt dan de drempelwaarde. Ja, dan verdwijnt de voorziening. Als je in het verzorgingsgebied... stel, je hebt 200 mensen nodig voor je voorziening. En dan wonen in het verzorgingsgebied. Dus het gebied binnen de rijkwijde wonen minder dan 200 mensen. Ja, dan ga je het gewoon niet redden. Want dan overleef je het niet als winkeltje bijvoorbeeld. Maar ook niet ziekenhuizen. Ziekenhuizen die soms gewoon verdwijnen. Omdat er... de mensen niet komen. En dan hebben ze wel een heel duur pand en die artsen die rondlopen en dure apparaten en dat moet allemaal onderhouden worden en weet ik veel wat allemaal. En dat kan dan niet meer. Dus dan verdwijnt zo'n ziekenhuis. En dan wordt automatisch, zal er waarschijnlijk mensen verder moeten reizen. Dus dan wordt dan het verzorgingsgebied van andere voorzieningen groter automatisch. Maar simpel gezegd, als er te weinig mensen in je verzorgingsgebied wonen, dan houdt zo'n voorziening op te bestaan. Dat is ook een plaats waar het zich niet gaat vestigen natuurlijk. Hè? Als jij een surfwinkel midden in Overijssel gaat beginnen en er is geen zee te bekennen, dan is de kans vrij klein dat je veel klanten krijgt die zomaar langslopen. Of die denken van nou, weet je wat, ik heb surfspullen nodig. Dat zou dan bijvoorbeeld in Scheveningen of in Katwijk ineens wel werken, omdat mensen daar toch naartoe gaan en surfers zitten. Dat is een beetje het. Als je een bepaald specifiek soort klanten nodig hebt en die zitten niet in dat gebied, ja, dan houdt het een beetje op. Dan ga je daar dan kan je geen winkel stichten. En als je het doet, dan ben je binnen no time failliet.
Nou, een ander dingetje. Als nou het aantal mensen in zo'n verzorgingsgebied juist veel groter is dan de drempelwaarde, wat gebeurt er dan? Nou, eigenlijk neemt dan vaak de reikwijdte van het verzorgingsgebied en dus ook het verzorgingsgebied nemen af. Hoe kan dat nou? Ja, ik kan zeggen, ja, mensen, die gaan, mensen zijn dan minder bereid om ver te reizen. Want de kans is vrij groot dat als er heel veel klanten in dat gebied zitten, dat die verzorgen, dat er vanzelf wel vergelijkbare voorzieningen gaan komen. Als er veel mensen kleding nodig hebben, dan komen er vanzelf wel overal kledingwinkeltjes. Als er, nou, kijk naar het westen van Nederland, als er veel mensen wonen, dan hebben er ook veel mensen medische voorzieningen nodig. Nou, als je gaat kijken waar de ziekenhuizen in Nederland zitten, dan zitten er heel veel in het westen en heel weinig in het oosten en het noorden en het zuiden. Want er zijn dan veel mensen die er gebruik van maken. Dat betekent ook dat mensen niet per se bereid zijn om heel ver te reizen. Dus want ja, op 10 kilometer afstand, maar ook op 5 kilometer afstand zit een ziekenhuis. Misschien dat je dan nog 10 wil reizen omdat je daar prettige ervaringen hebt of omdat je daar sneller geholpen wordt. Maar veel verder ga je niet. Terwijl als je in Groningen, ergens in Oost-Groningen woont, ja, het dichtbijzijnse ziekenhuis is gewoon in de stad Groningen. Dus dan zul je wel gewoon 30, 40 kilometer willen reizen. Want er is gewoon geen andere optie. En als je dan nog misschien met wachtlijsten te maken hebt, dan zijn mensen zelfs nog wel bereid om helemaal naar Leeuwarden te reizen. Nog veel verder. Nou, die dingen zijn dus aan elkaar gekoppeld. Rijkwijde, het verzorgingsgebied, bepaald dus door de rijkwijde en de drempelwaarde. Al die zijn dingen, die hangen dus aan elkaar. Probeer ze in samenhang te zien. Maar tegelijkertijd ook helder te hebben wat het verschil is tussen. Dat was hem eventjes. Dank je wel voor je aandacht.